In de studio zit Erik Beckering, wethouder van de gemeente Bergen. En hij is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in de gemeente Bergen. Welkom, meneer Beckering. Dankjewel. En ik zou eigenlijk willen beginnen om even een filmpje af te spelen. Wat u ons had toegestuurd eind februari, in de veronderstelling dat u een paar dagen later het digitaal parkeren zou kunnen invoeren. Zullen we dat even samen beluisteren? Dat is een goed plan. Wat ik je net al zei, dat is een collectors item. Maar laat hem vooral even luisteren. Ik sta hier met Jan Snijder, voorzitter Dorpsbelangen Egmond de Parel. Jan heeft zich als voorzitter heel hard gemaakt om de communicatie onder digitaal parkeren tijdig voor u allen in orde te maken. En het is mijn eer en genoegen, Jan, om jou als eerste de brief en de flyer te overhandigen die bij alle inwoners binnenkort in de bus staat. Ja, de luisteraars kunnen natuurlijk niet zien waar jullie staan, maar jullie staan eigenlijk aan de boulevard van Egmond. Jullie staan ook nog midden in de sneeuw. En dat komt omdat dit filmpje is opgenomen... Eind februari. Eind februari. We hebben het 23 februari toegestuurd. Dat was een beetje de laatste week voor 1 maart. En toen was je in ieder geval nog heel optimistisch van wij kunnen op 1 maart dat digitaal parkeren invoeren. En toen gebeurde er iets in die week. Wat veranderde plotseling die week? Nou, wat er in die week is gebeurd, is dat conform wat ik toen aankondigde ook in dit bericht, de inwoners keurig zijn geïnformeerd over wat er aan ging komen. Dus aan die belofte hebben we ons gehouden. En ook aan andere beloften zullen we ons uiteraard houden. Maar 2 dagen later kwam het signaal dat er toch nog een aantal gereden vragen waren rond de gegevensverwerking. En dan met name over specifieke data die nodig waren voor die verwerking, hè, van die aanvraag van die vergunningen. En die vragen waren zo substantieel dat 1,5-2 dagen later dat ik heb moeten besluiten om het project op dat moment op hol te zetten om die vragen heel goed te laten uitwerken. Die vragen kwamen relatief laat naar voren. Dus daar waren we door verrast. En tegelijkertijd ben ik achteraf natuurlijk nog steeds heel blij dat het op dat moment is gebeurd. Want het is veel vervelender als je midden in een implementatie zit. Wat is nou het probleem waar u tegenaan liep? Want ik hoor gegevens, ik hoor transparantie, ik hoor zorgvuldigheid. Maar ik snap eigenlijk nog steeds niet wat nou het probleem was. Het probleem zit in het feit dat er een aantal gegevens nodig zijn. En het meest belangrijke gegeven wat wij nodig hebben is een BSN-nummer. Nou, en dan moet je dus met elkaar heel goed vaststellen of je een BSN-nummer nodig hebt. Of dat essentieel is, of dat rechtvaardig is om... Want tot die tijd, tot februari, of eigenlijk tot vorig jaar, deed de boeg of de gemeente Bergen deed dat in eigen beheer. Dus al die gegevens bleven binnen de gemeente Bergen. Begrijp ik het zo goed? Dat klopt. En die werden dan met een kopie van het kadaster of een kopie van een OZB-belasting, waar ook dezelfde gegevens op staan, werden die aangeleverd. Dus laat ik het zo zeggen, het proces om informatie te vragen en te verwerken was niet anders. Het verschil is alleen dat je hebt nu te maken met de gemeente Bergen die de opdrachtgever is. Je hebt te maken met de coöperatie parkeerservice die de uitvoerder is. En waar die gegevens dus binnenkomen, verwerkt worden. Ja, en uiteindelijk door die transactielijn. Nou, dat moet gewoon heel goed kloppen. Dat gaat ook straks allemaal kloppen, maar dat wil je heel goed vastgelegd hebben. Ja, en die coöperatie, dat is een, heb ik begrepen, een soort samenwerkingsverband van een heleboel gemeenten. Ja. Iets van 15 gemeenten waar de gemeente Bergen dan ook aan wil deelnemen. Ja, het is eigenlijk een vereniging van eigenaren, zoals je dat in een appartementencomplex hebt. En wij zijn dan een van de mede-eigenaren van de coöperatie. En hoe lang had u verwacht begin maart dat ongeveer zou duren, dat reparatieproces? Ik heb bewust toen geen termijn genoemd. Omdat mijn motto hier is kwaliteit voor haast. En dat kon omdat we die papieren vergunning een alternatief hebben. Ik had natuurlijk wel een streefdatum in mijn hoofd. En ik hoop dus ook echt dat we die streefdatum gaan halen. Want dat is wat mij betreft wel deze maand. Omdat het grote seizoen natuurlijk inmiddels weer langzaam maar zeker los gaat komen. Maar ik heb heel bewust geen datum genoemd om geen verwachtingen neer te zetten naar onze inwoners en ondernemers. En ik wilde ook niet op dat moment druk leggen op de organisatie. Omdat op het moment dat druk leggen ten koste zou gaan van de zorgvuldige afweging van de professionals. En begreep ik nou dat de gemeente Bergen eigenlijk de eerste was die hier vragen bij stelde? Want op zich is een coöperatie parkeerservice, 15 gemeenten. Die moeten toch een hoop ervaring hebben met gegevensuitwisseling. Laat ik zo zeggen, ik weet niet welke vragen andere gemeenten hebben gesteld. Ook de gemeente Alkmaar is overgegaan bij de coöperatie naar digitaal parkeer. Dus dat weet ik niet. We hebben wel nauwe contacten met gemeenten.
Maar we hebben ook niet vooraf dat gecheckt. Nogmaals, wij hebben onze eigen vragen, ons eigen proces. Ik denk achteraf wel dat een aantal gemeenten door de vragen die wij hebben gesteld en door de straks nieuwe of aangepaste gegevensverwerkingsovereenkomst wellicht voor zichzelf en ook naar de coöperatie of naar een andere parkeerorganisatie, want er zijn natuurlijk meer organisaties, misschien andere vragen gaan stellen. Dus het kan zijn dat het bij die andere gemeenten op dit moment minder goed is geregeld dan dat het straks bij de gemeente Bergen voor elkaar wordt gemaakt. Nou, ik zou het niet willen vergelijken met goed of niet goed. Het is bij alle gemeenten goed geregeld. En het is bij de gemeente Bergen samen met de Boeg en CPS zo goed geregeld dat we straks het project weer voort kan kunnen geven. Een andere zorg wat mensen hebben is überhaupt de digitalisering zelf. Hè? Er wordt steeds meer van burgers gevraagd, digitale vaardigheden. Ja. En daar zijn ook wel wat zorgen over geuit. Mensen die, ouderen vooral, die moeite hebben met dat eeuwige vragen. Als je iets wil regelen, nou, dan moet u naar www nog wat gaan. Of u, dan kunt u onze app installeren. Versterkt deze beweging dat gevoel niet? Nou, laten we vooropstellen dat de techniek, dat we steeds meer techniek om ons heen hebben gekregen, of we dat nou leuk vinden of niet, en dat tegelijkertijd ook die techniek vaak ingewikkelder is geworden. Ik kan me nog herinneren een hele oude reclame, dat is denk ik 20 jaar geleden, van een vader en een jongetje voor een toen nog grote computer, en die deed het niet. En dat jongetje zei uiteindelijk, of je steekt de stekker gewoon in het stopcontact. Dat was een reclame die liet zien hoe simpel op dat moment die computer eigenlijk functioneerde op het moment dat je de stekker in het stopcontact deed. Dat is natuurlijk wel veranderd. Ik moet ook zelf zeggen dat ik best nog wel eens met techniek en wachtwoorden eens even, ik heb een neefje die daar heel handig in is. Niet dat ik hem heel vaak moet bellen, maar ik ben wel blij dat er een achterwacht is. Dus laten we dat onderkennen. Het wordt er soms niet simpeler op. Digitalisering tegelijkertijd is iets van deze maatschappij. En wij staan als gemeente Bergen voor digitale vaardigheid. Wij willen iedereen, jong en oud, de kans geven om in de maatschappij mee te gaan. En dus ook om digitaal zo vaardig mogelijk te worden. Dus dat is, zo heb ik het ook in de raad, zo heb ik het ook aan inwoners, aan dorpsraden uitgelegd. En zo zal ik het ook blijven doen. We erkennen dat er mensen zijn, inwoners zijn, die op dit moment minder digitaal vaardig zijn. Maar we willen in eerste instantie alle inwoners aanbieden om zo digitaal vaardig mogelijk te maken. Om al die jaren dat ze nog actief zijn in de maatschappij ook digitaal die activiteiten kunnen ontplooien. Het is wel zo dat we wel heel serieus kijken voor een tijdelijke, ik zeg wel tijdelijke situatie voor die mensen die nu nog niet zo digitaal vaardig zijn, om in de periode dat we ze helpen om digitaal vaardiger te worden ook een alternatief te kunnen bieden voor de digitale bezoekerskaart. Dat is iets wat in ieder geval nu op de agenda staat. En ik zal op het moment dat we de datum gaan aankondigen van het live gaan ook komen met een oplossing of met een tijdelijke oplossingsrichting voor die bezoekerskaart. Ja, want is dat digitaal parkeren, wordt het nou ingevoerd om het de gemeente makkelijker te maken, of wordt het nou ingevoerd om het de inwoners makkelijker te maken? Allebei. Ik heb ook diverse gesprekken gehad met ondernemers en met inwoners die zien hoe flexibel het is als je verschillende, neem een hotel met verschillende bezoekers, met verschillende medewerkers waarvan je elke keer maar weer moet zorgen dat je die kaart terugkrijgt. En soms neemt iemand hem mee of raakt hem kwijt. Voordelen voor inwoners en ondernemers. Het is ook een voordeel voor de gemeente, omdat inderdaad los van de administratieve verwerking, die dus niet handmatig maar digitaal gebeurt, heeft het natuurlijk ook een voordeel bij de handhaving. Zijn die twee systemen niet naast elkaar te hanteren? Zowel een papieren systeem voor de mensen die wat moeite hebben met digitaal, en digitaal voor de mensen die daar de voorkeur aan geven? Nou, als ik hier een heel expliciet antwoord op geef, dan zou ik straks die tijdelijke oplossing, want nogmaals, die heb ik gezegd dat we serieus naar kijken, zou ik mezelf tegenspreken. Digitaal is digitaal. Dus dat betekent dat dat het eindplaatje is. Op het moment dat je daar met twee systemen gaat werken, ben je alle voordelen kwijt. Sterker nog, dan ben je duurder uit. Dus dat zou voor de inwoners en de gemeente ook in die volgorde geen slimme oplossing zijn. Maar de tijdelijke oplossing met de bezoekerskaarten zal inderdaad, als we die straks gaan invoeren, dat zal een variant zijn op de twee systemen. Maar dat is iets tijdelijks. U zegt van, nou, ik verwacht eigenlijk deze maand dat we in de lucht kunnen komen. Ziet het er daar inderdaad naar uit nu? Het ziet er naar uit. Het gaat om complexe materie. Alleen ik heb nu wel de concepten gezien.
Ik zag net een mail ook weer dat er nog een, nou, weer een aanvulling op moet. Dus het gaat wel door, maar het gaat stap voor stap richting de eindfinish. En dan zal ik de eerste zijn om dat met gepaste blijdschap aan te kondigen. Ik kan één ding ter geruststelling zeggen tegen de inwoners en ondernemers. Op het moment dat de datum bekend wordt en ingaat, is die 2 maanden inwerkperiode, gewenningsperiode van kracht. Dus uiteindelijk heeft iedereen alle tijd om zijn haar digitale vergunning aan te vragen en te regelen. En aan de nieuwe systematiek te wennen. Ja, en er komt misschien dan ook wel een nieuw filmpje. Maar deze keer op een zomerse boulevard in Egmond. Samen met een nieuwe voorzitter van dorpsvereniging De Parel in Egmond. Ja, dat is inderdaad wat je zegt. Ook met een nieuwe. Ja, ik denk dat dat een feestelijk moment is wat mij betreft. En ik zou dat moment heel graag met inwoners of de delegatie van iemand willen delen. Dus wie weet.